In de montage zit je de punten en de komma's van het script. Het is eigenlijk opnieuw weer een nieuwe regie in de montage, vind ik. Met nieuw materiaal. Oh, een limo-service met maar één limo. Zal lekker storm lopen. Eigenlijk gaat Nachtrit over een individu dat bekneld raakt in grote krachten. In de scriptversie zijn 5 scènes achter elkaar gemonteerd die helemaal veranderd zijn in de final versie. In de allereerste versie, zoals het script is, gaat de hoofdpersoon die gaat verhaal halen bij iemand omdat hij zijn vergunning voor de taxi wil hebben. Hey. Hey. Heb ik met de strontemmer gerammeld of zo? Als je weer komt mouwen om die vergunning mee te laten, die gaat naar je kamelen, vriend, helaas. Het is het nou, man. Ik ruil jaren pacht voor je. Op het moment dat ik voor mezelf kan beginnen, verkoop je maar die kut Marokkaan. Dus hij gaat boos weer weg. Dan komt hij bij een stoplicht te staan. En bij dat stoplicht wordt hij aangesproken door een handlanger van zeg maar, de concurrent. Hey Dennis. Broodje koop. Nee hoor, ik... Of die even mee wil komen. Nou, dat is goed, zegt Dennis. Die is helemaal chagrijnig vanwege die afwijzing natuurlijk. Dus die gaat mee. En waar gaan ze nou naartoe? Ze gaan naar een broodjeszaak en dan komt een gesprek van... ik kan wel dingen voor je regelen, want mijn baas, die moet je maar ontmoeten. En dan komt het helemaal goed. Kom jij morgen naar oma Jan toe? Dan krijg ik een gesprek voor je middag. Nou, denkt die hoofdpersoon Dennis, moet ik dat misschien maar doen. Dan gaat hij naar zijn broer terug. En zijn broer, waar hij samen de limo-service mee gaat oprichten, daar moet hij eigenlijk vertellen, daar moet hij die switch gaan vertellen. Van joh, ik krijg mijn vergunning niet bij Joris, maar ik ben iemand tegengekomen. Nou, dat durft hij niet. Toch een maat van je, die Joris? Kon je toch opbouwen? Ja. Ik heb hem toch ook al gesproken? Het is geregeld, die vergunning gaat niet naar Mammoet. Duurt alleen nog even. Formaliteiten, dingen en zo. Formaliteiten, dingen en zo. Ja, dat zeg ik toch. Die kameel lult maar wat, joh. Het is goed, Dennis. En dan... Formaliteiten. Zien we in ene dat de hoofdpersoon daarna, dus nadat hij bij zijn broer is geweest, blijkbaar op die uitnodiging is ingegaan van het in het broodjestentje. He, om bij die baas te komen die hem dan wel die vergunning zou kunnen geven. Ik ben blij dat dit is de scriptversie. De eerste indruk was toen ik het materiaal zag, de nulversie, dat ik Frank Lammers nogal een brombeer vond. De eerste montage, dat is altijd vreselijk, vind ik. Dat is met alles zo. Dus niet alleen met Nachtrit, maar goed, we hebben het over Nachtrit. Ik vond het veel te lang duren en veel te veel vertellen. Dat je hebt... bij het schrijven van het scenario je probeert zoveel mogelijk overzicht te hebben, maar je denkt dat je heel veel dingen nodig hebt om je verhaal te vertellen. En je komt er gewoon gaandeweg achter, versie na versie na versie, dat je eigenlijk veel minder nodig hebt om hetzelfde verhaal te vertellen. En dan komt de regie eroverheen, je gaat weer schrappen en je hebt nog minder nodig om je verhaal te vertellen. Er komt een montage eroverheen en je hebt nog minder nodig om je verhaal te vertellen eigenlijk. En we hebben scènes omgedraaid, eruit gehaald, omgedraaid en toegevoegd. Wat hebben we nou gedaan in de montage? Hebben we in eerste instantie die lijn proberen door te trekken. Dus Dennis die gaat verhaal halen bij Joris voor zijn vergunning. Als je weer komt mouwen om die vergunning mee te laten, die gaat naar je kamelen, vriend, helaas. Dat is hetzelfde als in de eerste versie. Dan is Dennis natuurlijk chagrijnig. Wat hebben wij nou gedaan? Dan hebben we hem direct naar zijn broer laten gaan. Het is geregeld, die vergunning gaat niet naar Mammoet. Duurt alleen nog even. Dus hij is nog niet die andere tegengekomen, die andere optie. Direct naar zijn broer laten gaan. En daar hebben we heel veel weggehaald, zodat er alleen maar duidelijk is... Jeetje mina, Dennis die zit in de problemen en die krijgt die vergunning niet. En hoe moet hij dat aan zijn broer vertellen? Jeetje mina, weet je wel? Nu kunnen we de limo-service echt niet oprichten, want hij krijgt gewoon helemaal die vergunning niet. Het is nog niet eens een andere optie. Nou, goed, die broer boos, die loopt weg.
En dan staat hij voor het stoplicht. Hé, hey, schapenkop. Wat hoor ik nou? Heb je problemen met die Joris? Meekomen jij? Nee hoor, ik hè. In plaats van dat we naar het broodjestentje gaan, waar het allemaal uitgelegd wordt, gaan we direct naar degene die die vergunning dan aan Dennis kan geven. Dus het verschil is, overkomt het je, hè? Want word je onderschept en wordt jou iets aangeboden, dat is iets heel passiefs, of ga je zelf achteraan en ben je daardoor schuldig aan je eigen ondergang. Dus het is, hij is van passief actief geworden en dat had blijkbaar op dat moment heel sterk nodig in de montage. We hebben verzonnen dat we moesten bijdraaien, de scène dat Dennis, nadat hij bij zijn broer is geweest, bij het stoplicht staat. De keuze om je hoofdpersoon actiever te maken, ook al is het in de montage, die juich je natuurlijk alleen maar toe. Dus als daar voor een scène moet sneuvelen, dan is dat maar zo. Hey. Maar ik kan het script en mezelf wel loslaten bij zo'n viewing. Want ik weet op een gegeven moment, als ik weet wat het materiaal is, moet daarvan opnieuw het verhaal geconstrueerd worden. En daar kijk ik dan ook naar. Zeker als ik weet welke takes er zijn en zo. Dus dan heeft het weinig zin om je verongelijkt te voelen omdat het scenario iets anders suggereerde of zo. Want daar heeft niemand wat aan. De editor niet. Het is alleen maar frustrerend voor de schrijver zelf. En er is nieuw materiaal. Dus het script is exit.